Zie je al wat? Ik loop de badkamer in waar Maarten zich aan het scheren is en wil mijn nachtpon uittrekken als ik een ijzige wind voel. Het raam staat wijd open. Huiverend wrijf ik over mijn armen. Ik ga de afvoer zo openbreken. Mijn man haalt het mes zorgvuldig langs zijn keel. Hij heeft een mouwloos shirt en een boxershort aan. Onweerstaanbaar kan ik hem niet noemen, maar hij scheert zich nat en dat heeft wat. Volgens mij ligt die hamster van Kim hier ergens te rotten. Het meurt naar mosterdgas en mortuarium. Ik ruik het al een paar dagen. Stuart Liddell, Kims hamster, is 2 weken geleden ontsnapt. De kinderen en ik vermoeden dat hij zich ergens in de keuken schuilhoudt. Zonder medeweten van Maarten strooien we dagelijks wat voer in een hoekje. Soms vinden we kleine zwarte poepjes. Of Stuart Liddell die daar heeft neergelegd, is de vraag. Hamsterkeuteltjes en die van bruine ratten zijn lastig van elkaar te onderscheiden. Ik schraap mijn keel. Stuart Liddell heeft er niks mee te maken, het ligt aan mij. Maarten kijkt verbaasd opzij. Mijn ontlasting geurt wat sterker dan normaal. Komt door de dieetpillen. Ben jij net geweest? Ik knik beschaamd. Respect, grinnikt Maarten. Dat is serieuze shit. Je kunt er een volwassen kerel mee omleggen. Ik krap verlegen aan mijn wang. Is die stank de enige bijwerking? Tot nu toe wel, lieg ik. Hij legt zijn scheermes in de wasbak en kijkt me doordringend aan. Zonder dolle, Yvonne, wat weet je nou eigenlijk van die pillen? En van die Nick? Ik vind het een rare gozer. Heb ik ook tegen de kinderen gezegd. Nick behandelt BN'ers en miljonairs, zeg ik verdedigend. En als zij hem vertrouwen, waarom zou ik het dan niet doen? Waarom wel? Stop met die rotzooi. Het is nergens voor nodig. Ik wil afvallen en het werkt. Dat kwam ik je laten zien. Doe het raam eens dicht. Terwijl Maarten het raam sluit, schuif ik de bandjes van het Nezicee van mijn schouders. Ooit zal het gladde zijde, na dit simpele gebaar, zonder verdere blokkades langs mijn lichaam omlaag glijden. Nu nog niet. De stof moet over mijn boezem, buik, heupen en dijbenen worden geholpen voordat het Nezicee op de plavuizen belandt. En, vraag ik, zie je het? Gelukkig niet, antwoordt hij. Je borsten zijn nog net zo lekker. Ik kijk omlaag en ontdek 2 haartjes van zeker 1 centimeter lang die zich verdekt hebben opgesteld bij mijn rechtertepel. Geef me je scheermes even, schat. Waarom? Mijn tepel krijgt snorharen. Maarten stapt dichterbij. Ik zie niks. Omdat je je bril niet op hebt. Geef nou maar even. Als iemand je daar scheert, ben ik het, bedenkt hij. Ik trek een la open en vind 1 van de vele leesbrillen die hij bij het kruidvat heeft gekocht. Ik zet hem op, ik glimlach vertederd. Zijn kin half vol scheerschuim en dan dat paarse montuur erboven. Zo mevrouwtje, wat was uw probleem? Het zit ongeveer hier, dokter de Graaf. Ik omvat mijn borst, neem de tepel tussen de ring en middelvinger van mijn linkerhand en wrijf totdat hij hard wordt. Ziet er zorgelijk uit. De dokter en ik zijn het eens. U kunt het beste even met me meekomen. Vergeet uw mesjes niet. We verplaatsen ons naar de slaapkamer waar ik op bed ga zitten. Dokter de Graaf knielt tussen mijn gespreide benen. Ik ga u eerst even desinfecteren en inzepen, deelt hij mee. Waarna hij mijn tepel in zijn mond neemt en eraan begint te zuigen. Het schuim tintelt tegen mijn borst. Bent u klaar voor de behandeling? Hij heft het scheermes. Doet u het wel zorgvuldig? Ik sta bekend om mijn vaste hand, mevrouw de Graaf. Hij trekt mijn borst strak, zet het mesje tegen mijn tepelhoofd, schuift het onder de haartjes en snijdt ze met een voorzichtige streek af. Wat goed, zeg ik zogenaamd ademloos. Ik pak zijn linkerhand en duw hem tussen mijn benen. Volgens mij zitten hier nog wat problemen. Dokter de Graaf schuift mijn string opzij en begint me onzedelijk te betasten. Inzepen is niet nodig, constateert hij. Desinfecteren wel. Hij legt zijn bril op het nachtkastje, trekt de slip omlaag en doet zijn tong in de vochtige streek. Moet u de deur van uw spreekkamer niet even op slot doen? Ik hoor kinderen in de wachtkamer, zeg ik hees. De dokter antwoordt met een grom, waaruit ik opmaak dat hij het niet nodig vindt. Hij likt en vingert me zo plagend dat een kreun ontsnapt. Ik zoek zijn geslacht, maar hij duwt me met zijn vrije hand achterover tot ik plat op bed lig. Mijn knieën nog over de rand van het bed. Ik sluit mijn ogen. Na een paar minuten stoppen,
de strelingen en acrobatische tongkunsten. De dokter komt overeind met een erectie die boven de rand van zijn boksen uitsteekt en niet strookt met de eed van de Hippocrates. Blijf liggen, commandeert hij. Waarna hij naar de badkamer loopt. Terug met de bus, scheerschuim en de slaapkamerdeur achter zich op slot doet. Wat ben je van plan? Ik til mijn hoofd verontrust op. Maarten heeft zijn kind schoongemaakt. Hij knielt opnieuw voor me, duwt mijn benen uit elkaar, pakt de bus en spuit scheerschuim op mijn venusheuvel. Ik dacht dat je een landingstrip altijd wel lekker vond, zeg ik onzeker. Volgens de damesbladen, die je altijd op de wc laat slingeren, is totaal kaal in de mode. Ik wil wel eens weten hoe dat eruit ziet. Je moet naar je werk, protesteer ik. Straks schiet hij uit en lig ik hier met een opengereten bloedende labia, terwijl hij begint te hyperventileren. Maarten en een leeglopende vrouw, geen goede combinatie. 112 bellen is gênant en Jesper en Kim erbij roepen is onbestaanbaar. Schat, probeer ik weer. Ik heb net het bed verschoond. Vertrouw me, zegt Maarten. Hij wrijft het schuim uit. Zet in ieder geval je bril op. Manneke, dat doet hij. Ontspan je, Yvonne. Mijn benen beginnen te trillen. Het doet me aan een bevalling denken aan pijn, verminking, besnijdenis en andere nare vrouwwendingen waarvan je doorgaans niet geil wordt. Zou dit ook als hoe verbeet ik me ons sekstip in vrouwen hebben gestaan? Geef je man een scheermes en laat hem tekeer gaan in je intieme zone. Ik betwijfel het. Zoiets zou ik me toch wel herinneren. Doe je benen eens wat wijder, mompelt Bjarte. Ik kan er niet zo goed bij. Zie je wel, zeg ik klagerig. Daarom moet ik afvallen. De kinderen hebben gelijk. Mijn dijbenen plakken ook altijd aan elkaar. Ik pak een kussen, leg het onder mijn billen en probeer een liggende splagaat. Zo beter? Heel goed, pleist hij. Wat heb je toch een lekkere doos. Ik bloos, malle man, mijn Maarten. Als hij met cadeaus en bloemen net zo gul zou zijn als met vieze woorden, was hij volmaakt. Hij zet het mes tegen mijn landingstrip. Je moet even een bakje water pakken en een handdoek, adviseer ik. Oké, zegt hij met een zucht. Terwijl ik wacht tot hij de benodigde spullen bij elkaar heeft geraapt, werk ik in tersluikse blik op de wekradio. Als Maarten op tijd op kantoor wil zijn, wordt dit een haastklus. Kim moet vandaag een werkstuk over waterbeheersing inleveren, dat ik nog even wil nalopen. Ze is soms zo slordig. Maarten komt binnen met een handdoek en een emmer. Ik zocht een kommetje, maar die staan in de keuken. Ik rol me op mijn zij en trek het kussen onder mijn heup vandaan. Laten we dit een andere keer doen, schat. Je moet zo weg. Hij kijkt me teleurgesteld aan. Als we het doen, moeten we het goed doen en er de tijd voor nemen. Zeker weten. Ik ben razendsnel, probeert hij. Weet ik toch? De volgende keer mag je een kale poes geven, beloof ik. Helemaal kaal? Van voor naar achter, van links naar rechts. Ik sta op, loop naar hem toe, zoen hem op zijn mond en geef een tikje tegen zijn boxershirt. De vlag is gaan hangen. Schiet op, anders wordt Bart ook nog boos. Bart is zijn baas. Bart houdt niet van laatkomers. Het vliegwiel van de economie moet blijven draaien.